De elektrische auto rijdt op kolenstroom. Accuproductie is problematisch. Of toch niet? Hoe duurzaam is de elektrische auto nou echt? Om het spannend te houden vergelijken we de elektrische auto met een dieselauto, want die stoot ongeveer 10% minder CO2 uit dan een benzineauto. Hoeveel CO2 komt er eigenlijk uit een dieselauto? Om dat te testen maken we een ballon vast aan de uitlaat van de auto en gaan we ermee rijden. Wow! Na 4 maanden heb ik deze ballon volgeblazen met 1000 kilo CO2 erin. En na een jaar heb ik 3 van die ballonnen volgemaakt. Dan heeft de auto dus 2 keer zijn eigen gewicht aan CO2 uitgestoten. Maar zulke gigantische ballonnen, daar valt niet mee te werken. Dus ik heb een schaalballonnetje meegenomen. En bij dit ballonnetje moet je dus eigenlijk denken aan een ballon van 15 meter hoog en 1 ton zwaar. Ik heb ook een weegschaal meegenomen en daarmee kunnen we de CO2-uitstoot van de brandstofauto en de elektrische auto letterlijk afwegen. De CO2 die een auto uitstoot, begint natuurlijk met het delven van de materialen en het maken van de auto in de fabriek. Voor een doorsnee auto heb je al snel 5 tot 6 kilo CO2 voor elke kilo die de auto weegt nodig. Dus voor een gewone auto van 1500 kilo is dat al snel 8 ton CO2. De elektrische auto krijgt er ook 8 ballonnetjes bij en dan zijn ze weer in evenwicht. Maar de elektrische auto heeft wel een probleem. Hij heeft namelijk een hele grote batterij nodig. En het maken van die batterij kost zomaar 5 ton CO2. Gelukkig heeft hij een hele lichte aandrijflijn en daarmee besparen we weer 2 ton CO2. Maar dan moeten er dus wel 3 ballonnetjes bij. En nou is de elektrische auto in het nadeel. Dan moeten we het ook nog even hebben over de grondstoffen voor de batterij. Want je hoort vaak over schaarse lithium en kinderarbeid voor kobalt. Nou, voor lithium geldt dat de industrie op dit moment inderdaad moeite heeft om de snelle vraag bij te benen. Maar op lange termijn is er genoeg. En voor kobalt, die kinderarbeid, ja, dat krijgen ze steeds beter onder controle. En nieuwe batterijen hebben vergeleken met 5 jaar geleden ook maar ongeveer 1/3 van de kobalt nodig. En in de toekomst misschien helemaal geen kobalt meer. Dus deze problemen zijn allebei oplosbaar. Bovendien gaan grondstoffen in batterijen in principe niet verloren. Ze kunnen wel 1 of 2 miljoen kilometer mee. Dat is 5 keer zo lang als een gewone auto meegaat. En vervolgens kun je ze recyclen en opnieuw gebruiken. Nu terug naar de CO2, want we gaan rijden. De energie voor de elektrische auto wordt opgewekt met een windmolen, zonnepaneel of toch een gascentrale of een kolencentrale. En uiteindelijk kan de elektrische auto, die heel efficiënt is, ongeveer 80% van die elektriciteit omzetten in voorwaartse beweging. Dus uiteindelijk hebben we op de elektriciteitsmix van vandaag ongeveer 1 ballonnetje per jaar nodig. De energie voor de dieselauto wordt gewoon opgewekt door die diesel. Terwijl het te exploderen in die motor een hardhandig en heet proces waarbij helaas ongeveer 75% van de energie verloren gaat als warmte. En 25% van de energie kan gebruikt worden om de auto daadwerkelijk voor te bewegen. Het eindresultaat is 3 ton CO2 per jaar voor de dieselauto. En als we dat nog een jaar herhalen, komt er hier nog een keer 3 ton bij, daar 1 ton bij. Dan zien we dat de elektrische auto ondertussen al minder CO2 uitgestoten heeft dan een dieselauto. Maar hoe gaat het verder? Laten we nu de tijd eens even doorspoelen naar 2030. Wow, wat een verschil. Als je goed hebt opgelet, dan zag je dat er op het laatst geen ballonnetje extra bij de elektrische auto werd neergelegd. En dat komt omdat we steeds meer zonnepanelen en windmolens in de elektriciteitsmix krijgen, waardoor de elektrische auto eigenlijk steeds minder uit gaat stoten naarmate de tijd vordert, gewoon omdat de elektriciteit schoner wordt. Nou wordt een gemiddelde auto in Europa geen 10 jaar oud, maar wel 20 jaar. Dus laten we de tijd nog eens even vooruitspoelen naar 20 jaar oud, als die auto naar de sloper mag. Kijkt u maar even mee. Dan is uiteindelijk dit het verschil. En dan besef je dus dat de elektrische auto heel veel minder CO2 uitstoot.